Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl Gisteravond, zondagavond dus, zagen we op diverse plaatsen van die stapelwolken ineens ontploffen als het ware. Die schoten we dan omhoog en dan kreeg je van dit soort waterkolommen, waterzuilen in de lucht. Nou, vlak daaronder, daar hoosten het, maar op de meeste plaatsen bleef het natuurlijk droog. Kunnen we vanavond weer te zien krijgen? Met name als je in Gelderland, Limburg of Brabant woont. Want de meeste buien bevinden zich boven België en boven Duitsland. Een enkele haalt ons misschien. Zien we ook op de satellietfoto. Als we beginnen bij vanochtend, dan zien we de laatste restjes Borgi nog oplossen. En je ziet boven Midden-Duitsland en boven de Ardennen alweer de eerste buien ontstaan. Dat zijn forse onweersbuien. Maar ze verplaatsen zich nauwelijks, trekken heel langzaam westwaarts. Nou, zoals gezegd, misschien bereikt een enkel buitje nog het zuidoosten van Nederland, maar op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag en ook vanavond gewoon droog. Hoge temperaturen, 24 tot 28 graden vanmiddag en ook vanavond zullen de temperaturen gewoon nog aangenaam zijn, zo tussen de 20 en de 24 graden. En die enkele bui, dat is echt zeer lokaal. De wind uit het noordoosten, aan zee windkracht 3 à 4 en in het binnenland windkracht 2 meestertijds. Komende nacht is dan overal droog. Hebben we een mengeling van een paar wolkenvelden en brede opklaringen? De temperatuur daalt naar zo'n 13 tot 16 graden. Dan gaan we kijken naar het weer van morgen. En dat ziet er, nou, wat mij betreft, toch spannend uit. En dat bedoel ik niet als iets positiefs, maar als iets waar je echt even het weer in de gaten moet houden. Zeker in het zuiden, midden, oosten en noordoosten van het land. Want de lucht wordt warm, de lucht wordt vochtig. En dat kan ervoor zorgen dat er behoorlijke buien gaan ontstaan. Maar die buien hebben wel een zetje nodig om te kunnen ontstaan. Dus het kan heel erg meevallen en het kan heel erg tegenvallen. Maar als we even van het slechtste scenario uitgaan en die zware buien ontstaan inderdaad in de middag, dan hebben we het over forse hoosbuien die zich nauwelijks verplaatsen. Dus op een enkele plek kan weer heel veel regenwater vallen. Ze gaan samen dan met onweer en met hagel en heel misschien ook met een paar windstoten. Echt noodweer dus op een enkele plek, maar het kan dus ook reuze meevallen. Waar het zeker meevalt is in het noordwesten en westen. Daar waait de wind uit het noorden en daar gaan de buien niet ontstaan. Maar voor de rest van het land geldt dat de wind uit het oosten waait. Daar dus wel die warme, vochtige lucht en daar kan lokaal dus wel zo'n zware jongen ontstaan. In de warme lucht wordt het zo'n 24 tot 28 graden. Maar zodra die bui valt, daalt het kwik naar 18 graden. Grote verschillen morgen dus. Die grote verschillen hebben we woensdag, donderdag en vrijdag niet. De warme, vochtige lucht is dan uit het land min of meer verdreven. En ik wacht eigenlijk geen buien meer. Op woensdag een noordwestenwind. Die zorgt voor temperaturen van 18 graden op het strand. En 21 tot 24 graden elders. Zonnige periode en droog. En ook donderdag en vrijdag zonnige periode en droog weer. Kwik gaat nog langzaam wat verder naar beneden. En komt tussen de 18 en 21 graden te liggen. En zien we de zomer dan weer snel terugkeren. Nou, als we kijken naar de kans op zomerweer, dan zien we uh, morgen nog een grote kans op temperaturen van 25 graden. En zoals je ziet, daarna stelt het helemaal niets voor. Voorlopig dus geen terugkeer van de warmte. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl